Dit is de Shabir Show met Shabir Borani. Ja, dames en heren, het regent lichtelijk buiten. En ik volg het advies van sommige van mijn volgers. Ik heb genoeg de laatste paar dagen buiten gegeten. Hoewel Indonesische maaltijd best wel gevarieerd en volle maaltijd was, best wel gezond. Toch is het gezonder, goedkoper en lekkerder om thuis te koken. Dus vandaag heb ik het voortouw genomen, goede voorbeeld te geven, practice what you preach. Heb ik lekkere Afghaanse rijst met het vlees wat ik laatst in Leiderdorp had gekocht met familie, heb ik gekookt. Heerlijk met aardappelen tussendoor, het ziet er goed uit. We gaan het nu opscheppen. Niet opscheppen in de zin van opscheppen, maar in het bord zeg maar gooien. Ziet er goed uit. Het vlees is goed gekookt. Het is gaar. Het is volgens mij schapenvlees of rundvlees. Ik heb het eerst een uurtje ongeveer alleen zelf vlees met uien en tomaten en dergelijke heb ik gekookt. Kruiden. En pas op het laatste half uur heb ik zeg maar rijst en aardappelen erbij gedaan. Want dat heeft minder tijd nodig. Maar zo'n stoompan, hoge drukspan genoemd. Ook wel genoemd, is echt handig. Je kan alles gewoon erin gooien. Deksel dicht. Daar is het deksel. En dan is het binnen een uur, anderhalf uur is het klaar. Heerlijk. We gaan lekker smullen. Eigenlijk moest er olijven nog erbij zijn. Een paar andere dingen ga ik volgende keer kopen in Leiden. Bismillah. Zie je, Shabir Burhani is letterlijk en figuurlijk van alle markten thuis. Ik ben ook een chef-kok. Alhamdulillah. Zoals vrouwen moeten we een voorbeeld aannemen. Ze moeten leren koken voordat ze gaan trouwen. Maar mijn vier vrouwen kunnen ook van mij leren. Is geen probleem. Tot later. The Big Bang Theory. Heerlijk. Avondeten met Coca-Cola of met Fanta. Met Fanta Orange. Alhamdulillah. Oké, dames en heren. Bij een gezonde levensstijl hoort natuurlijk ook dat je veel groente en fruit moet eten. Zelf koken, goede maaltijden, veel bewegen, drink thee of water of vruchtensap, smoothies en fruit is heel belangrijk. Dus ik heb die watermeloen net uit de koelkast gehaald, ja lekker koel. Cool. Ik ga het nu snijden in mooie kleine stukjes en dan gaan we het opeten. Ik heb het open gesneden, ziet er mooi rood uit. Het zal vast wel zoet zijn. Zometeen gaan we het proeven. Inshallah, het ziet er goed uit. We gaan lekker smullen en dit opeten. Voor een keer bijpakken. The Big Bang Theory. Heerlijk, avondeten met Coca-Cola of met Fanta. Met Fanta Orange. Alhamdulillah. Ik vind dit programma Down the Road echt grappig en interessant. Het gaat over mensen met Down syndroom die op vakantie gaan naar Spanje en Marokko. Dat was deze aflevering, dit seizoen 3. En die mensen zijn zo puur en zo onschuldig. Heel veel normale tussen haakjes, mensen kunnen veel van hen leren. Ze zijn zo eerlijk, zo goud eerlijk. Wat er in hun hart is, dat hebben ze op de tong. Ik hou van die mensen. Ze zijn hele goede mensen, over het algemeen dan. Uitzonderingen aangelaten. Ondanks hun mentale en lichamelijke beperkingen, proberen ze het beste ervan te maken. Hallo dames en heren, een hele goede dag. Het is vandaag woensdag en het is bewolkt en best wel regenachtig. De terrassen zijn vanzelfsprekend vandaag leeg in verband met het weer. Hoewel het hier ook bedekt is, zeg maar, met een grote paraplu en parasol.
restaurants en horeca-gelegenheden zijn open in mijn dorp, in Noordwijkerhout. En er zijn minder mensen buiten. Dus nogmaals, omdat het niet zo heel erg warm is. Het zonnetje schijnt niet zoals de afgelopen dagen. Ik hoop dat het binnenkort weer mooi weer gaat worden. Maar niet te warm. Gewoon normaal. Gebalanceerd. Brownies is ook open, zoals jullie kunnen zien. En ook daar, waar ik laatst was met het EK, is ook open. To Meet heet het. Daar brandt ook een vuurtje. Is wel een mooi uitzicht. Kijk, gaan kijken wat voor vuurtje het is. Het is met gas aangestoken volgens mij. Ziet er wel mooi uit. Wauw. Het houdt je wel warm, zeg maar. Het is zowel voor de sfeer als voor warmte. Dus knap gedaan. Hier verkopen ze bloemetjes. Zoals jullie kunnen zien. In allerlei kleuren en geuren. En hier heb je groente en fruit van Delft. Het ruikt lekker. Het is Bollestreek natuurlijk. Dus daarom heb je hier veel bloemen. En allerlei soorten, zie je? Prachtig. Ja, je kan het kopen als cadeautje voor iemand. Of gewoon voor je eigen woning. Van den Berg. Hoi. Hoi. Mooi hoor. Prachtig. Dit is de Witte Kerk. Inmiddels kennen jullie het wel. Zijn jullie eraan gehecht en gewend geraakt. En het is de fietsroute netwerkkaart van Duin en Bollestreek. We zijn nu bij knooppunt 80. Als het goed is. Waarom is er te veel licht? Wacht eens even. Ik moet het licht even corrigeren. Ja, zo is het beter. Er was eventjes te veel licht. Als je van de ene plaats naar de andere plaats gaat, met verwisseling van kleuren, zeg maar, van donker naar licht of licht naar donker, dan moet de camera, die lens en verlichting ervan even wennen. Nu is het weer het normale toestand. Het is Wagenaar en Van Haarlem boekhandel. Hier kun je boeken kopen. En magazines en kaarten. Mondkapje is gelukkig hopelijk niet verplicht hier. 7. Nu is het weer donker. Hoi. Boekhandels vind ik altijd heel leuk. Kennis en informatievergaring. Trouwens, ik ben blij dat de bibliotheken ook weer open gegaan zijn. Hoi, binnenkort ga ik eventjes langs een bibliotheek. Alcohol is haram, verboden, daar gaan we niet in. Als het mooi weer wordt, gaan we bij Likje weer een lekker ijsje kopen, ja. Heerlijk. Bij Toko Daper en lekkere Indonesische maaltijd. Voor de rest, het is mijn gezellige dorp. It's always fun here in Noordwijkerhout. Mooie historische benaming, Dorpsringweg. En hier hebben we Arthur met lekkere lunches en koffie en alles. Sandwiches. Gezellig. Cappuccino 1,50 to go. Je hebt hier bij John Warmerdam. Heb je goede kaas en vers specialist. Ook eieren. Allemaal biologisch. Van eigen kip. Eigen boerderijtje. Leuk hoor. Kijk, nog steeds aanbieding. 8 voor 1,99.
is wel een beetje ongezond, te veel suikers in frisdrank. Maar wel goedkoop. Vooral als het heel warm is buiten. Zomers weer. Dan is zo'n koele, koude frisdrank echt heerlijk uit de koeling. Zeg maar. Check die kop van het dier. Ziet er eng uit. Wow. Check dit dan. Unbelievable. Oeh, zoals een horrorfilm. Zoals Indiana Jones in the Temple of Doom. Met Amrish Kapoor als de evil guy. Hoi. Leuk. Het wapen van Noordwijkerhout. Deze Samsung telefoon van mij heeft gewoon drie camera's. Daarom is het beeld zoveel beter. En ook de microfoon, de interne microfoon, is veel beter. Ik heb geen externe attributen nodig. Geen externe microfoon, klein of groot, snoerloos of zonder of met snoer. Geen rare dingetjes. Gewoon een selfie stick en een mobiele telefoon is genoeg voor mij om een mooie professionele vloggerscarrière voor te zetten. Wat hebben ze hier vandaag? Day specials. Maandag biefstuk in de juice voor 16,50. Aangebod voor toeristen. Dinsdag saté. Woensdag schnitzel. Donderdag visproeverij. En zondag varkenshaas medaillons. Of spare ribs. Astaghfirullah. Alles met frietjes en salade. Oké. Leuk hoor. We gaan eventjes richting de Lidl. Op Dorp Brasserie. Eerst was hier een pannenkoekenhuis. En Rutte was hier langs geweest. In 2016, als ik me goed kan herinneren. Eind 2016. Toen had ik een foto met hem gemaakt. En dat was in het nieuws gekomen. Als wel. Ik maak wel grappige dingen mee. Dramatische dingen elke keer. Elke jaar gebeurt er wel wat. Hey, dat is die gast van Instagram. Jongeren van het dorp hebben een Instagram voor hem gemaakt. Kijk hoe hij fietst, zoals een wielrenner. Snap je? Met zo min mogelijk weerstand probeer hij gewoon zo snel te fietsen. Malinka, Poolse supermarkt. Het is best wel groot. Willen jullie een kijkje nemen? Ze hebben allerlei soorten producten. Hoi. Van Poolse afkomst, zeg maar. Lekkernijen, alles. Voor redelijk goede prijs. Vlees is niet halal. Maar het is wel fijn. Voor de Poolse mensen hier. Voor de gastarbeiders die hier werken. En leven. Tussen ons. Kunnen ze hun eigen cultuur een beetje proeven. En hun eigen lekkernijen eten in hun land van herkomst. Kijk, het is bewolkt, beste mensen. Het kan elk moment weer gaan regenen. Maar dat vinden we niet erg, want we hebben jas aan. Gym, health en fit coach. Hier hebben we ook een fitness coach en zaal. Ik las in de plaatselijke weekkrant dat onze burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij, hier een monument heeft geopend, gelanceerd met bloemetjes voor de veteranen. Volgens mij waren deze witte bloemen ter gelegenheid van de Veteranendag. Kijk, bibliotheek is open. Ik ben echt blij. Nu kan ik die theorieboeken gratis ook in de bibliotheek lezen. Ik hoop dat die mondkapjeverplichting ook niet geldt voor de bibliotheek. Hoewel ik het wel bij me heb, kan ik zo de bibliotheek ingaan. Hier is ook een politiebureau, maar dat is met afspraak. En vroeger hadden we ook een loket van de gemeente. Maar sinds de fusie en de verhuizing en zo, is dat allemaal veranderd. Dit is de bibliotheek van de Bollestreek. Ja,
perfectie. Dit is de bibliotheek. Eventjes een beetje boodschappen doen in de plaatselijke Lidl. Kijken wat ze willen kopen. Deze cashewnoten zijn wel lekker. Lekkere wienertjes hoor. Kijk, dit is handig. Gratis autotheorieboekjes die je hier gewoon kunt lezen. Je hebt abonnement nodig om ze naar huis te nemen. Meenemen en thuis lezen, maar hier in de bibliotheek is gewoon gratis. En ik vroeg net naar die mevrouw of mondkapje en zo verplicht is voor mandje. Ze zei nee, mag gewoon zo. Dus dat is relaxed. Ik kan rustig daar zitten en studeren en lezen. Heerlijk. Met mooi uitzicht. Die ANWB boek vind ik het beste. Is van redelijk recent. Vorig jaar of zo. Die ga ik even doornemen. Je kunt hier gratis oefenen voor theorie, examen van auto op de computer. Dat is toch echt top. Dat ga ik doen ter voorbereiding van mijn theorie examen. Ga ik snel rijden met examen. Hier kun je boeken inleveren en zo. En je kan ook magazines en kranten hier lezen. Gratis, free of charge. Handig. Je hebt allerlei soorten boeken hier. Vooral fictie, maar ook een beetje non-fictie. Haar boek heb ik bijna uit. Naar Lidia. Hoi. Dat is onze burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij. Lezen brengt je ontzettend veel. Klopt. Hier kun je ook printen, computers en zo. Dit is de Shabir Show. Het Shabir Burhani.